ben Esther Soeteman. Ik werk in het dierenziekenhuis in Dordrecht, bij Anicura. Ik doe hier de tandheelkunde al sinds 2003. Honden hebben ontzettend vaak gebitsproblemen. Dat zie je als eigenaar doorgaans helemaal niet. Honden piepen niet, ze grijpen niet naar hun bek. Ze stoppen ook echt niet met eten. Het enige wat je wel eens zou kunnen gaan merken is dat honden uit hun bekje gaan stinken. Wat wij als dierenartsen adviseren is om elke dag de tanden van je hond te poetsen. En we gaan je in deze video laten zien hoe dat in 4 simpele stappen kan. De eerste stap die we doen is dat we de hond eraan gaan laten wennen dat we aan zijn gezicht zitten. We pakken eerst de hond bij zijn kaak en als dat goed gaat, belonen we hem. De volgende stap is dat je zijn kaak pakt en dat je de hand over zijn neus legt. Als het nou niet gaat of als de hond in de stress schiet, dan ga je een stapje terug en dan probeer je het de volgende dag opnieuw. Bij stap 2 gaan we de lip optillen. Dus we leggen weer onze hand onder de kaak. En dan, als dat goed gaat, ga je hem naar achteren trekken. Stap 3 is het poetsen van de tanden zelf. Dat doen we natuurlijk niet gelijk met een tandenborstel, want dat is een veel te grote stap voor je hond. We doen het eerst met onze vinger, omdat de honden eraan gewend zijn dat we ze aanraken. En als dat goed gaat, doen we het met een vingergaasje. Dus we doen hetzelfde als net. We tillen de mond op en we kunnen zo poetsen. En als dat goed gaat, dan doen we dat nog een keertje, maar dan met het vingergaasje. Het mooiste is als je dat met een hondentandpasta doet. Een mensentandpasta is giftig en uitermate vies voor een hond, dus die mogen we nooit gebruiken. Een hondentandpasta maakt in principe niet zozeer schoon, maar het is gewoon een beloning. Het smaakt lekker, dus het zorgt ervoor dat de hond het ook leuk vindt dat we zijn tanden poetsen. Als het poetsen nou helemaal goed gaat, dan pas gaan we naar stap 4 en dan pakken we de tandenborstel erbij. Dus we tillen weer zijn mondje op, we pakken zijn tanden en we maken langzame poetsbewegingen. Gaat het vooraan goed, dan gaan we naar achteren. En als dat goed gaat, dan doe je de voortandjes en dan gaan we ook de binnenkanten poetsen. Het mooiste is als je elke dag de tanden van je hond poetst en dan ook gelijk elke dag even goed kijkt naar het gebit. Zie je niks roods? Is het tandvlees niet aan het bloeden? Heeft hij geen tanden afgebroken? Als dat wel zo is, dan kan je best eventjes naar de dierenarts gaan. Die kan je ermee helpen. En ook als het poetsen niet lukt, vraag het dan aan de paraveterinair of aan de dierenarts. Die zitten vol tips en ideeën om ervoor te zorgen dat het wel lukt.